opgeschoven naar de zondag. Dus we hadden eigenlijk een hele leuke zondag op het tennis. En we hebben alle Nederlanders gezien. Hazen, Griekspoor, Rus. Dus ja, eigenlijk een hele leuke zondag gehad. Ja, ik dacht dat ze jou een beetje geflikt hadden bij de NOS. En dan hadden ze gezegd, we hebben kaarten voor het wielrennen. Nou, nee, ik had gevraagd. Nou, er was niks mogelijk bij de NOS hoor. Ik zou zondagavond aan tafel gezeten. En ik zei, nou, ik weet eigenlijk helemaal niet waarom ik zondag kom. Want het tijdrijden was gisteren. En vandaag is het dus het mountainbike. Dus ik had gevraagd van, nou, kan ik dan in ieder geval naar het mountainbike? Dus hebben ze nog gevraagd, maar nee, er waren geen kaarten meer voor Tom, hoor. Dus ik ben uiteindelijk gewoon naar tennis, gewoon meegeloot, zelf betaald. Het was een hele leuke dag gehad. De sfeer was fantastisch in Parijs. Ja, ja, ja. Toevallig, ik ben gisteren teruggekomen uit Parijs. Femke Bol zien lopen daar in het stadion. Helaas, verkeerd afgelopen, maar wat een geweldige sfeer. Maar nou, moet ik wel even iets aan toevoegen. De sfeer bij Roland Garros dan, in mijn geval, en op straat bij de tijd, dat was hartstikke leuk. Maar ik liep dus op zondagochtend, ben ik gaan hardlopen door de stad. Was helemaal uitgestorven. Nee. Ik kende die stad helemaal niet meer terug. Ik ben er al heel vaak geweest op vakantie, maar dat was altijd hartstikke gezellig. En nu alles afgezet, heel veel politie. Er was meer politie op straat dan normale mensen. En ik zat zaterdagavond in de uitzending bij de Belgische TV. En die hebben de uitzending op een dakterras. Kun je over heel Parijs uitkijken, schitterend. En toen zei Carl van Nieuwkerk, de presentator, op een gegeven moment van, moet je nou eens om je heen kijken. Alles donker. Nee, er was geen Parijzenaar meer thuis. Er brandde geen licht meer in die huizen. Alle Parijzenaren zelf die zijn de stad ontvlucht. En de normale toeristen, die komen niet naar de stad, want de Olympische Spelen zijn en ja, alles draait om de Olympische Spelen. Dus je hebt eigenlijk alleen nog maar de Olympische toeristen hou je over. En eigenlijk best